Hey, hallo allemaal. Hier ben ik weer, Jelge de Goochelaar. En leuk dat jullie me komen bezoeken. Ja, ik wilde eigenlijk net naar bed gaan. Maar nu jullie er toch zijn, kan ik meteen vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt. Want ik heb een heleboel meegemaakt. Nou, zoals jullie weten, is het nu Sinterklaastijd. En dat betekent ook dat jullie weer heel veel mooie cadeautjes gaan krijgen. Maar het had dit jaar maar een haartje gescheeld of jullie hadden helemaal geen cadeautjes kunnen krijgen. Weet je hoe het komt? Het begon allemaal op een mooie, warme lentedag. En drie kinderen waren bezig om spullen in te zamelen voor een hutje in het bos. Ze belden aan bij mensen thuis om te vragen of ze iets moois mochten meenemen. Nou, zoals je ziet, hebben ze al heel wat opgehaald. Kleurplaten? Ja. Boeken? Ja. Eten en drinken? Ja, ja. Hebben we alles al? Bijna, alleen nog een leuk bloempje of een leuke plant. Ik probeer het daar wel even. Ik probeer daar. Bach, wat droog. Een bezoekersalarm? Hey, wat moet dat daar? Sorry meneer, stoor ik? Ja, natuurlijk. Ik wil helemaal geen bezoek. Sorry meneer, dat wist ik echt niet. Nou, dan weet je het nu. Wegwezen. Wat is er? Daar woont zo'n rare man. Hij werd hartstikke boos. Waarom? Geen idee. Ik deed helemaal niks verkeerd. En toch was hij woedend. Wacht maar even. Dit is een zaakje voor Aagje. Jelger de Goochelaar. Dag Jelger, met Sinterklaas. Sinterklaas? Waarom belt u nou? Ja, kijk Jelger, ik zit met een heel groot probleem en ik hoop dat jij mij daarbij kunt helpen. Oh, vast wel Sinterklaas. Wat is het probleem? Het probleem is als volgt. Zoals je weet geef ik ieder jaar alle kinderen veel cadeaus. Ja? Maar ik ben bang dat ik dat dit jaar niet meer kan doen. Dit jaar niet? Waarom niet? Kijk, het zit zo. Ik heb de afgelopen jaren zoveel cadeaus gekocht en zoveel geld uitgegeven en nu is het bijna op.
Oei. Ja, dat is inderdaad een probleem. Een probleem? Zeg maar gerust een catastrofe. Een regelrechte ramp is het, Jelger. Maar als u geen geld heeft, dan betekent dat dus ook dat de kinderen dit jaar geen cadeautjes krijgen. Precies, en daarom hoop ik dat jij mij helpen kunt. Maar dat gaat toch niet, Sinterklaas? Ik heb toch niet genoeg geld om al die cadeautjes voor die kinderen te betalen? Nee, dat bedoel ik niet. Je hoeft mij geen geld te geven. Nee, maar ik dacht meer, zou jij misschien wat geld voor mij kunnen toveren? Oh, op die manier. Zou dat lukken? Nee. Nee, dat gaat niet, Sinterklaas. Ik kan geen geld toveren. Ja, maar Jelger, ik ben ten einde raad. Wat moet ik nu toch doen? Ik kan de kinderen toch niet in de steek laten? Nou, ik zal er eens goed over nadenken en dan bel ik u morgen terug. Ik hoop dat je een oplossing kunt vinden, Jelger. Vast wel, Sinterklaas. Vast wel. Ik reken op je. Veel succes. Goed, Sinterklaas. Tot later. Dag. Sinterklaas zonder geld. Hoe kon ik dat probleem nou oplossen? En het was niet eens het enige probleem. Want 10 kilometer verderop, daar was een boef ontsnapt uit de gevangenis. En die was gevlucht. Gevlucht naar Belderplons. Ah! Eindelijk vrij! Weg uit die stomme gevangenis! De wereld flitst aan je voorbij in de clownmobiel. Als een film waar je niet op uitgekeken raakt. Nu rijden we hier met de clownmobiel. Maar straks rijden wij bij jou door de straat. En wil je ook reizen langs bossen en zee? Ga dan maar klaarstaan, dan mag je met ons mee. Samen in de clownmobiel. Dat is even lekker zeg, alle dagen onderweg. Samen in de clownmobiel. Het zal je wel bevallen en we zingen met z'n allen. La 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 la. We gaan overal naartoe met de clownmobiel. Van een hele drukke stad naar een stilte. Je raakt niet uitgekeken in de clownmobiel. Reken maar dat je tot en met geniet. Maar opeens zegt Sebastiaan: Jelger, ik moet plassen. Maar komt hij terug van de wc, dan gaan we snel weer gassen. Samen in de clownmobiel. Dat is even lekker zeg, alle dagen onderweg. Samen in de clownmobiel. Het zal je wel bevallen en we zingen met z'n allen. La 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 la.
vond het heel gezellig met al die kinderen. Ik ook, maar nu ga ik eerst Witje een knuffel geven. Witje? Witje? Waar is Witje nou? Kom even zitten. Jelge, zeg nog gewoon wat Witjes, dan kan ik er een dikke knuffel geven. Ja, dat zou ik ook wel willen. Maar dat kan niet meer. Witje was al een hele oude hond. Bijna 15 jaar oud. En ze was al een tijdje erg ziek. Nou, toen jij wegging met het circus, is het alleen maar erger geworden met haar. Nou, en 3 maanden geleden is ze doodgegaan. Maar ze kan niet zomaar weg zijn. Waar is ze nu dan? Ze is ook niet echt weg. Maar ja, ze ligt niet meer in haar mand. Ze is nu in de hondenhemel. Dan wil ik daar naartoe. Ja, ik heb geen idee hoe je daar kan komen. Met de clownmobiel. Nee. Dat gaat toch niet? De hondenhemel. Dat is... ja, ergens daarboven. Op zolder? Nee, natuurlijk niet op zolder. Veel hoger. Hoger dan de ijsjestoren. Je bedoelt de Eiffeltoren. Ja, die bedoel ik. Ja, Sebastian, ook hoger dan de Eiffeltoren. Het is ook hoger dan de aarde. Oh. Kunnen we daar niet naartoe? Nee. Jelge, kan jij een bloem toveren? Ja, natuurlijk. Hocus pocus hier. Voor jou, Witje. Hey, waar ga je naartoe? Ik ga even een stukje rijden. Toen belde Plons. Zal ik meegaan? Nee, ik ga liever even alleen. Ik ga op haar zijn blok, jongen. Mag ik van jou, van de politie, de commissaris? Yes. En heb jij ook van Witje in het gras? Nee. Isa? Ja? Heb jij Sebastian is bang? Ja. En heb je ook van de vijand van Jelger de Goochelaar de juwelendief? Ja, heb ik ook. Yes. Kwartet! Hallo dametjes! Oma! Mag ik binnenkomen? Ja, maar wel eerst voeten wegen. Goed zo, dat doe ik. Ja, zo. Oh, zo, jullie hebben er wel wat moois van gemaakt, hè? Ja. En we zijn er de hele dag mee bezig geweest. En we zijn bij alle mensen in het dorp langs geweest om spullen te vragen. Nou, zie je wel, ik zei het toch, zo deed ik het vroeger ook. Heeft ze vroeger ook hutten gebouwd, oma? Nou, reken maar. In het bos had ik zoveel hutten gebouwd dat er soms meer hutten stonden dan bomen. Het halve bos, dat was zo'n lange straat met allemaal hutten. Daar kwam zelfs de postbode voorbij om brieven te bezorgen. Dat is gaaf. Ja, ja. En als mijn moeder mij zocht omdat het eten klaar was, moest ze soms een half uur zoeken. En dan belde ze aan. Had uw hut een bel? Ja, zo'n echte hut heeft een bel natuurlijk. En wat gebeurde er toen? Nou, dan zei ze, schatje, wil jij thuis komen om te eten? En dan zei ik, als je binnenkomt, eerst voeten vegen. Heel belangrijk. Ja, precies. En ik zei dan, wat eten we, mam? En dan zei ze, spruitjes. En dan zei ik, Ging u dan mee? Als we spruitjes aten, aan me nooit niet, dan bleef ik lekker in de hut zitten.
Maar jullie moeten nu wel mee naar huis, want het eten is klaar. Wat eten we? Spruitjes. Eeuw. Grapje! Pannenkoeken. En wie er het eerst is, krijgt een extra pannenkoek. Zo, die heeft een haast. Ik moet Sinterklaas op de een of andere manier kunnen helpen. Aan wie dit leest, gefeliciteerd. Ik vertrouw u mijn meest kostbare bezit toe. Ik, Nicolaas de Derde, heb een grote schat in mijn bezit. Op het moment dat ik dit schrijf, zit er een gehaaide schurk achter de schat aan. Zijn naam is Lodok. Om te voorkomen dat hij de schat steelt, heb ik deze verborgen. Liever ben ik levenslang arm dan dat mijn rijkdom in handen valt van een schurk met snode plannen. Daarom ben ik naar Bel de Pons gegaan, omdat ik kennis had genomen van een goedaardige tovenaar die daar in de bossen woont. Hij heeft deze brief betoverd. Dankzij die betovering zal deze brief vroeg of laat bij de juiste persoon terechtkomen. De tovenaar verzekerde mij ervan dat de brief aan zal komen bij iemand die naar eer en geweten zal handelen. Zo iemand vertrouw ik graag mijn weelde toe. Maar pas wel op, ik weet zeker dat Lodok niet zal rusten tot de schat in zijn bezit is. Hoogachtend Nicolaas de Derde. Bel de Plons 1959. Zo te zien is de schat op het strand begraven. Met Sinterklaas? Wie belt mij? Sinterklaas, met Jelger de Goochelaar. Sinterklaas, uw voorvader, die heette toch Nicolaas? Jelger, vind je dat nou heel erg belangrijk om daar nu over te bellen op dit tijdstip? Het is belangrijk. Oh, nou ja, ja, mijn voorvader heette allemaal Nicolaas. Dat begon bij de eerste, die heette Nicolaas de Eerste, daarna kwam de tweede en Nicolaas de Derde was... Juist, Nicolaas de Derde. Hij heeft een schat verborgen, hier in Bel de Plons. Is dat een grap, Jelger? Want als dat zo is, dan vind ik hem eigenlijk niet zo leuk. Mijn voorvader Nicolaas de Derde was zo arm als een kerkrat.
Dat weet iedereen. Die arme man kon zich niet eens een huis voorloven. Nee, Sinterklaas, het is geen grap. Uw voorvader was juist hartstikke rijk. Hij had zelfs een schat. Maar die schat die heeft hij verborgen omdat er een gemene boef achteraan zat. En daarom heeft hij al die tijd in armoede geleefd. Want hij wilde niet dat die schat gepikt zou worden en in verkeerde handen zou vallen. Weet je dat heel zeker? Heel zeker. Ja, maar dat is fantastisch, Jelger. Ik stel voor dat ik de schat morgenochtend ga zoeken. En als ik hem dan vind, dan geef ik hem aan u. En dan heeft u weer genoeg geld om dit jaar voor alle kinderen cadeautjes te kopen. Wat een verrukkelijk nieuws, Jelger. Zeg, zou je misschien hulp van wat Pieter kunnen gebruiken? Nou, als dat zou kunnen, heel graag. Dat komt voor mekaar. Ik stuur morgenochtend per S-Pietboot een aantal goede pieten naar je toe. Dan zijn ze morgenmiddag nog in Belderplant. Dank u wel, Sinterklaas. Jij bedankt, Jelger. Hoofdpiet! Hoofdpiet! Ja, Sinterklaas. Stuur bij zonsopgang onze beste pieten naar Belderplons met de S-Pietboot. Zij gaan Jelger helpen met het vinden van de schat. La 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 la. Lekker wandelen. La 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 la. Ha, ik voel me al stukken beter. Goedemorgen, Witje. Oh ja, zo hoort ze me natuurlijk niet. Goedemorgen, Witje! La 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 la. We gaan vandaag weer in de hut spelen. Maar je komt toch wel met etenstijd thuis, hè? Ja, want ik heb geen zin om weer een kilometer door het bos te lopen. Anders belt u Melissa toch op haar mobiele telefoon als het eten klaar is? Ik heb geen mobiel. Oh nee. Mobiele telefoons zijn verboden in Belderplons. Wist je dat dan niet? Nee hoor. Jij wel? Ik moest er in het begin wel even aan wennen, maar ik mis het nu helemaal niet meer. Mobiele telefoons zijn verslavend. En ze zijn slecht voor je fantasie. En je fantasie, dat is je kostbaarste bezit. Heus waar. Zeg, neem je nog een boterham? Nee, bedankt. Maar je hebt er pas één op. Dat is wel genoeg. Toen ik zo oud was als jij, had ik er wel 10 per dag. 10? Dat ja. Geloof ik niet. Wis en waarachtig. En in het dorp moesten ze een bakker erbij nemen. 1 bakker was te weinig voor mijn eetlust. En weet je wat zo fijn is bij boterhammen? Die zijn zo gezond. Dan heb je nooit meer pukkeltjes. O ja? Ja. En leuk dat de jongens mij vonden. Goed zo, ontbijt als een koning, lunch als een edelman en diner als een bedelaar. Wat betekent dat? Dat een goed ontbijt heel belangrijk is. Ja toch? Precies. Aagje! Ja? Wat maak je me nou? Gewoon, ik ontbijt als een koning. Bah, alleen maar een plak oude kaas. En ik hou helemaal niet van oude kaas. Ja, dan zal ik toch weer boodschappen moeten doen. Ja, dan moet ik weer naar de winkel en daar zijn altijd zoveel mensen. Oh, ik ga gewoon een kwartier voor sluitingstijd. Dan is het altijd lekker rustig. Maar ja, dan zit ik weer de hele dag zonder eten. Bah. Niemand te bekennen in de wijde omtrek. Hier kan niemand mij vinden. Au.
Ja, Pieter, het is een wat karig ontbijtje, hè? We weten het, Sinterklaas. We hebben nu eenmaal geen geld voor eten. Nee. Gezondheid, Hoofdpiet. Dank u wel, Sinterklaas. Ben je verkouden, Hoofdpiet? Een klein beetje wel. Oh, dan ben je tenminste de enigste met saus op je bord. Saus? Ja, die groene smurrie uit je neus. Oh, Piet, meer voedsel, hou alsjeblieft op, zeg. Nou, ik word er helemaal misselijk van. Ja, precies, meisjespiet. Precies. Hey, weet je nog de laatste keer dat ik toen door het dorp heen liep met die grote jute zak helemaal vol met streugel? Praatjespiet. Dat heb je al 27 keer verteld. Hou nou maar eens een keer op. Pietje, precies. Ik vind dat toch zo knap dat je dat allemaal zo goed bijhoudt. Dankjewel, lieve Piet. Dankjewel. Inspectie, Piet. Ja, Sinterklaas. Is de S-Pietsboot gereed voor vertrek? Ik zal eens kijken. Ja, die is al helemaal klaar. Heb ik net gecheckt. Prima, prima. Goed, dat doet me eraan denken, Pieter. Jullie gaan natuurlijk die hele lange reis maken zometeen, hè, naar Beldeplons. Dan mogen jullie mijn ei hebben. Nou, volgens mij moet het hier zijn. Nou, daar gaan we dan. En zo begon ik met graven. Maar na meer dan een uur graven had ik nog steeds niks gevonden. Ik snap er niks van. Zo diep kan die schat toch ook weer niet zitten. Wacht even. Even kijken. Nou ja, volgens de kaart moet de schat hier echt zijn. Wacht even. Op de kaart is het strand vele malen kleiner dan in werkelijkheid. Het zou natuurlijk kunnen dat het strand in de loop der jaren veel breder is geworden. Als dat zo is, vind ik die schat nooit. Wacht even. Ik weet hoe ik hem wel gevonden kan krijgen. Is hij echt compleet uitgestorven? Ik moet aan geld zien te komen. Als ik vannacht nou eens ergens inbreek... Dan word je meteen in je kraag gevat, jochie. Niet door de politie, hoor. Nee, de politie hier heeft het verstand van een aardappel en de snelheid van een gewonde slak. Van de politie heb je niks te duchten. Maar die goochelaar, die vangt voortdurend boeven. Als je van hem wil winnen, moet je slim spelen. Wie bent u? Lodok is de naam. Jij bent Waldo, neem ik aan. Hoe weet u dat? Nou, ik hou de omgeving hier al een tijdje in de gaten. Moet ik ook wel dat ze mij niet snappen. Snap je? Hé, hallo. Dit is mijn camper, hè? Die heb ik eerlijk gestolen. Kom even zitten. In Beldeplons ligt ergens een schat, de schat van Nicolaas III. Toen ik jong was, heb ik geprobeerd hem te stelen. Ik was net zo onbezonnen als jij nou, ik draaide 10 jaar de bak in. Toen ik eruit kwam, heb ik opnieuw geprobeerd hem te stelen. Maar die oude schurk had hem zo verborgen, ik kon hem niet vinden. Heeft me jaren gekost om Beldeplons te vinden, jaren om dit dorp te vinden. 5 jaar geleden gevonden. Maar ik weet nog steeds niet waar die schat is. Meneer Lodok, ik heb een goed idee. Laten we die schat samen gaan zoeken. Jij hebt het zicht van een blinde kanarie. Hoeveel vingers steek ik op? Nee, als ik met jou ga zoeken, vinden we me in geen miljoen jaar. Ja, maar wat wilt u dan van mij? Die goochelaar. Die hou ik al een tijdje in de gaten. Hij wil die schat ook vinden. Hij gaat hem op een dag zoeken en vandaag is die dag. Wat wij doen is dit. We volgen de goochelaar. Als hij de schat vindt, pikken wij die van hem af en... Meneer
meneer Lodok, wat een grandioos idee. Laten we er meteen op afgaan. Als je deze kleren aan hebt, kun je net zo goed meteen naar het politiebureau lopen. Ik haal even wat kleren voor je. Waar is die magische wiggelroede? Ik weet zeker dat ik hier die magische wiggelroede moet hebben. Maar die zou goed van pas kunnen komen. Die kan me meteen naar de schat brengen. Maar waar is die? Hé. Hey. De contactsteen. Dat is leuk voor Sebastiaan. Hier is die. Nou, eens kijken of die werkt. Magische wiggelroede. Breng mij naar de mand van Wietje. Nou, hij werkt goed. Tada! Veel beter, jochie. Veel beter. Kijk. Hiermee houden wij contact. Hè? Kruip achter het stuur en zoek die goochelaar. Gaan we niet samen? Nee. Ik doe het denkwerk. Jij doet het doewerk. Wat was nou precies dat plannetje van Lodok? Mij vinden en de wiggelroede pikken. Hij had me natuurlijk horen zeggen dat je met die wiggelroede feilloos de schat kan vinden. Dus als Lodok die wiggelroede zou hebben, zou hij ook als eerste bij de schat zijn. En daarom stuurde hij Wanda op pad om mij te vinden en die wiggelroede te pikken. En na een klein half uurtje had Wanda mij gevonden. Ik heb die goochelaar gevonden, meneer Lodok. Ik ga er nu op af. Hey, Jelger. Ah, Sebastiaan. Wat doe jij hier? Nou, ik was op zoek naar jou. Oh? Wat is dat? Dit. Ja. Dit is nou een magische wiggelroede. Een statische kikkervroeter? Een magische wiggelroede. Wat kan je ermee? Ah, leg later wel eens een keertje uit. Ik heb iets anders voor je. Oh, wat dan? Nou, kijk. Dit is de contactsteen. Wat kan je ermee? Daarmee kan je contact leggen met iedereen die je me wilt. Hoe werkt dat dan? Let op. Je doet hem in je linkerhand. Je rechterhand eroverheen. Dan knijp je heel krachtig. Auw! En dan spreek je de naam uit van degene met wie je contact wil hebben. Auw! Dus, ik leg hem in mijn linkerhand. Ja. Ik doe mijn rechterhand erbovenop. Juist. Ik knijp heel hard. Ja. En ik roep... Nee. Niet nu vertellen. Want als je de naam uitspreekt, dan verdwijnt de steen. Je kan hem maar één keer gebruiken. Ik vind het wel heel interessant, maar wat moet ik ermee? Nou, jij wil nog contact maken met Witje. Ik dacht, hiermee kan dat misschien, maar ik weet het niet zeker, hoor. Oh, maar dan heb ik hem niet nodig. Hoezo niet? Ik heb vanochtend al gepraat met Witje. Met Witje? Ja, ik riep heel hard in de lucht. Goedemorgen, Witje! En toen? Toen zei ze woef! Hallo, meneer Lodok! Wat is er, jochie? Ik heb die goochelaar gevonden, maar ik kan niet zien of die magische wiggelroede bij zich heeft. Ga dan dichterbij staan, jongen. Begrepen, meneer Lodok. Begrepen. Ik ga wat dichterbij staan. Oké. Nou ja, als je hem niet nodig hebt, dan ga ik snel vandoor, want ik moet nog een schat zoeken. Een schat?
dat nou goed? Zijn ze nou weg? Maar ze hebben wel iets achtergelaten. Jochen, wat voor schat? Van wie? Waar is hij begraven? Of is hij niet begraven? Het is een schat van de voorvader van Sinterklaas. Maar waar die schat precies is, dat weet ik ook niet. Maar daar kom ik heel snel achter dankzij mijn magische wichelroede. Oh. Wat is er? Heb ik op het bankje laten liggen. Ik haal hem wel. Terug naar de afgesproken plek. Begrepen, meneer Lodok. Ik kom onmiddellijk terug. Ah, ik heb de magische wichelroede. Ah, dank u wel. Goed dat u gevonden heeft. Dit is namelijk een magische waterscooter. Nee, nee, hoe heet dat ook alweer? Magische wichelroede. Hey, hey, wat breng jij? Jongen, jongen, heb je spastische wichelmoeder? Magische wichelroede. Ja, op de achteraan. Meneer Lodok, die goochelaar zit achter me aan. Ja. Wie was dat? Ik weet niet, Sebastian, maar iets in me zegt dat dat een boef was. Een boef? Hm. En ik weet zeker dat ze met z'n tweeën zijn ook nog. Met z'n tweeën? Hoe weet je dat? Ik zag hem praten door zijn walkie-talkie. Een bolletje-solletje? Walkie-talkie. Wat is dat? Ja, dat maakt niet uit. Leg je later nog gewoon uit. Ik ga nu naar de politie toe. Binnen en entree. Commissaris, ik ben bestolen door een stel boeven. Wat hebben ze gepikt? Mijn wichelroede. Je wichelroede? Maar dat is toch niet zo kostbaar? Nee, maar deze leidt naar een schat. Een schat die voor Sinterklaas is en die schat is heel kostbaar. Daar moeten we wat voor komen. Herman! Oh, Herman is met vakantie. Ja, doe maar. Ik ging met de commissaris zo snel mogelijk naar het strand. Want dat was volgens mij de plek waar die schat begraven lag. Dus dat is ook de plek waar Waldo naartoe zou komen om die schat te zoeken. Maar we zagen geen enkele boef. Hoe we ook keken, hoe we ook speurden, hoe we ook de omgeving verkenden. Nou ja, we. De commissaris was met hele andere dingen bezig. Ja, zo moet je. Overheerlijk! Ja.
Ja. Dat was het. Oh. Ah, kerel. De boef al gevonden? Ik snap er niks van. Geen boef te zien. Ja, maar waar blijft hij dan? Ik heb geen idee. Hij heeft die wiggelroede, dus hij zou toch hier op het strand uit moeten komen. Ja. Nou, dat duurt me te lang hoor. Mijn taartje is op en ik krijg alweer trek, dus ik ga. Doei! Commissaris! Ja? Als die boef nou komt, wat dan? Ja, gewoon wat je altijd doet. Boef vangen en naar het bureau brengen. Succes, kerel! Toedeloe! Stukje tijd. Ik snap er niks van. Waar is die boef? Dus, meneer Lodok, we gaan vannacht die schat opgraven met die magische wiggelroede? Ja. Oké, dan zie ik u straks. Laat ik die gevangeniskleding maar weggooien. Zaklantijn? Ja, kapot. Nou, laat ik die dan ook maar weggooien. Verrip! Er is helemaal nergens een prullenbak in dit stomme bos. Ik smijt het gewoon hier neer. Weg is weg. Bah, ga je naar de winkel voor een heel bruin, hebben ze alleen nog maar een halfje wit. En vraag je daarna om een halve kaas, dan hebben ze alleen nog maar een hele. En druk dat het er was. Wat een hoop mensen. Oh nee, niet nog meer mensen. Ik was er al bang voor. Het is hier veel te druk rond deze tijd. Ik blijf hier maar even wachten. 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Ja, Aagje gezien. Heb je Isa al gevonden? Nee, maar volgens mij rennen ze die kant op. Kom. Kom snel! Wat is dat? Een wiggelroede. Wat kan die magische wiggelroede nou toch zijn? Oh nee, straks heeft iemand hem gestolen. Ik ben maar 10 minuten weg geweest. En er is hier helemaal niemand in de omgeving. Ik weet toch zeker dat hij hier lag? Rustig, Waldo. Nadenken. Wat heb je allemaal gedaan? Je hebt je kleding gepakt. Je bent gevallen op de zaklantijn. Je hebt je kleding weer opgepakt. Op tafel gelegd. Nee, hij is vast tussen mijn kleding terechtgekomen. Dan ligt hij nu in het bos. Zou er een boef in het bos zijn? Daar ziet het wel naar uit. Hij is in ieder geval hier geweest om zijn kleren te verstoppen. Maar wat is dat dan? Misschien iets wat hij gestolen heeft. Maar waarom zou je dat dan hier achterlaten? We moeten die boef vinden en hem gevangen nemen. We kunnen beter naar je oma gaan en de politie bellen. Dan ken je de politie in dit dorp nog niet. Hij doet nooit iets, hij is veel te dom en we kunnen die boef beter zelf vangen. Nee, de politie. Nee, wij.
De politie. Nee, wij. De politie. Nee, wij. De politie. Nee, wij. De politie. Nee, wij. Meiden. De politie. Nee, wij. Meiden! Hey, geef dat terug! Dat is de boef. Wegwezen! En jij die kant op stukje. Worden we geroepen? Kom maar halen. Verstandig besluit, meisje. Vang me, Lissa. Stomkind. Ach, juf. Hoe stelletje. Kom maar halen, wolfje. Zo, dus jij wil een spelletje spelen? Dan verander ik nu de regels. Auw. Griep. Die magische wichelroede terug. Niet doen, breng het naar de politie. Auw. Hou je mond. De laatste keer geeft mij die magische wichelroede terug. Ik tel tot 3, hè. Eén. Twee. Drie. Wat is er gebeurd? Echt waar. En toen heeft die meneer ons gered. Ach, wat ben ik blij dat jullie niks is overkomen. Oh. Weet je wat we gaan doen? We gaan zo dadelijk een lekker warm kopje thee drinken. En wat eten en allemaal leuke spelletjes doen. Maar we moeten eerst uitzoeken van wie die wichelroede is. En wie die boef is. En waar die nu is. Absoluut niet. Maar oma... We bellen de politie en laten zij maar uitzoeken hoe dat zit. Maar de politie is veel te dom. Dat kan me niet schelen. Ik wil niet dat jullie erachteraan gaan. Ik ben helemaal een haartje betoeter. Maar oma... Nee, niks ervan. Ik wil niet dat je op welke manier je ermee bemoeit. En jullie ook niet. Nou, dan ga ik nu de politie bellen. Meneer, dank u voor het redden van de kinderen. U bent een held. Spoedvergadering. Ik heb een idee van wie de wichelroede is. Van wie dan? De boef zei dat het een magische wichelroede is. En er is er maar één in het dorp die zich bezighoudt met magie. Natuurlijk, Jauger de Goochelaar. We moeten hem naar hem toe brengen. Ja, maar hoe? We mogen niet weg. We kunnen hem opbellen. Ja. Nee, het lijkt me geen goed idee. Oma zal ons vast horen. Dan doen we het als op de wc zit. Ik weet wat anders. Maar u moet ons helpen. Hallo? Wat is er? U moet ons helpen. Ik? Wat moet ik doen dan? Als oma straks terugkomt, dan zegt u... Dringend, mevrouw. Nou, sorry hoor, maar ik heb net een overheerlijk taartje gekocht. En dat ga ik eerst even nuttigen. Mmm, zalig. Mevrouw, weet u wat?
Zodra ik mijn taartje op heb, dat zal wel een klein uurtje duren, dan kom ik wel langs. Ja? Oké. Dag mevrouw. Wat een nietsnut. Op de logeerkamer. En niet gestoord worden. Ja. Waar zijn de kinderen? Op de logeerkamer. Op de logeerkamer? We zouden toch wat thee drinken? Ja, maar ze moesten onverwachts naar de logeerkamer. En dan mogen ze absoluut niet gestoord worden. Oh, het zijn toch aparte kinderen. Dan moeten ze weer naar het bos per se. En nu moeten ze weer naar de logeerkamer. Ja, en ik moet naar huis. Ah, nee, dat hoeft toch niet. Wilt u niet wat drinken? Nee, ik moet echt nu naar huis. Ach. Ja, de kinderen wilden dat ik de bolderkar zou meenemen. Er zitten nogal zware spulletjes in. U bent een lieve, lieve man. De kust is veilig. Het is benauwd onder de deken, zeg. Is het nog ver naar het huis van Jelger? Ongeveer 2 kilometer. Hebben jullie weer voldoende frisse lucht gehad? Ja, dan snel er weer onder. Want die boef die kan hier overal nog lopen in het bos. Ik moet iets vinden. Nee, ik moet iets maken, iets magisch. Waarmee ik die boef kan vinden. Maar wat? Met Jelger de Goochelaar. Ah, beste Jelger. Zijn mijn Pieten al gearriveerd? Pieten? Oh, dat is waar ook. Die zouden naar Belderplons komen. Nee, Sinterklaas. Ik heb ze niet gezien, maar ik was ook niet thuis. Ik was bezig om die schat te zoeken. Heb je hem al gevonden? Nee, nog niet, Sinterklaas. Maar Jelger, wat zijn mijn Pieten dan nu aan het doen? Nou, ik denk dat die Pieten heel druk bezig zijn om de schat te vinden. En? Helemaal niks. Geen schat te bekennen. Zandbak, geen schat. Check. Heb jij al wat gevonden, Pietje, precies? Nou, om heel precies te zijn, heb ik 14 vissen gezien, 12 kikkers en 13 planten. Maar geen schat? Precies. Oké, geen schat in sloot. Zeg, dames, zullen we niet eens wat gaan doen? Nee, we zijn moe. Ja, meisjes Piet, lieve Piet, kom op. Doorzoeken. Jij zoekt toch ook niet naar de schat? Je kijkt alleen maar naar wat anderen doen. Ja, dat is mijn taak. Ik ben inspectie, Piet. Ja, jij maar... Zit ja, jongens, laten we even lief doen. Inspectie, we hebben even pauze. Even een kwartiertje of zo, dat kan toch wel? Oké, een kwartiertje dan. Maar geen seconde langer. Misschien een half uurtje? Please? Half uurtje.
Hey, Pieter Smeerpoets. Mee? Yes. Ja. Daar komt die boef aan. Nu even helemaal niet bewegen. Meneer? Ja? Weet u toevallig de uitgang van dit bos? De uitgang die is daar. Mooi! Jullie nou maar snel naar Jelgen, want ik hou jullie anders alleen maar op. Lieve meneer! Bedankt! Wat moet meneer Lodok nou al niet van bedenken? Dat het niet is gelukt om met die magische wiggelroede terug te komen. Dat is allemaal door die stomme kinderen. Dat kan toch niet? Ik moet het gewoon toch terug gaan halen. Ik ga gewoon terug naar het bos. Stomme kinderen. Dag mevrouw, u had gebeld. Wel, zijn we daar eindelijk. Is er iets niet in orde? Iets niet in orde? Er zijn 1000 dingen niet in orde. Mijn eigen kleindochter met de vriendinnen, die zijn aangevallen in het bos. En er loopt een boef door het bos. In het bos, zegt u? Ja. Nou, weet u wat? Ik moet toch naar de bakker. Ik ga wel via het bos. En als ik die boef tegenkom, zal ik hem arresteren. Neem me mee naar het bureau. Geen hazelnoot, mevrouw. Geen nood, mevrouw. Tot ziens. Nou, Wietje, ik heb nog nooit zo'n avontuur meegemaakt. Alles gaat fout. Eerst belt Sinterklaas mij dat hij geen geld meer heeft en hij vraagt of ik dat kan oplossen. Dan ontdek ik dat er een schat is. Ik ga op zoek naar die schat, maar ik vind geen schat. Dan ga ik die schat zoeken met een magische wiggelroede. Maar voor ik daaraan toe kom, word ik beroofd door een boef van die wiggelroede. Ik ga achter die boef aan, maar raak hem kwijt. Dus ik ga terug naar het strand, want daar moet die schat liggen, dus daar gaat die boef ook zoeken. Maar geen boef te zien.
Nou, daar zit ik dan. Zonder schat, zonder wiggelroede en zonder jou. Maar ik kan wel een nieuwe tovertruc, let op. Hocus pocus hier. Kijk. Hocus pocus mini. Die verkleinspreuk lukt ook nog steeds niet. Weet je, kan je me niet helpen? Kan je niet iets van je laten horen? Hallo? Hallo Jelger, je spreekt met de oma van Melissa. Oh, bent u het? Heb je even tijd? Ik hoop niet dat ik je stoor, maar ik weet niet wie ik anders zou moeten bellen. Dat is snel. Ja, nou dat is het voordeel als je kan toveren. Ja, kom binnen. Ja. Oh, nee, daar heb ik beslist geen tijd voor. Maar wat zie je er zorgelijk uit? Gaat het wel goed met je? Nou ja, met mij wel, maar met Sinterklaas niet. Nee, hij zit in de geldzorgen. Ach. Maar nu ben ik op zoek naar een schat. En als ik die schat nou gevonden heb, dan geef ik hem aan Sinterklaas. En dan zijn zijn geldzorgen ook meteen voorbij. Maar als ik hem niet gevonden krijg, dan zitten ook alle kinderen dit jaar in Nederland zonder cadeautjes. Wat vreselijk, wat een probleem. Ik snap dat je daar je handen aan vol hebt. Mm. Nou, weet je wat, lieve schat, ga jij achter die schat aan. Hè? Mm. Ja, ja, ja. En veel succes. Dank u wel. En die boef, dat komt later wel. Boef? Het duurt wel lang voordat we bij jou zijn. Ja, super lang. Nooit meer afmaken, want anders... Hey, wat hebben jullie nou? Jelger! Hey, zeg, Melissa, ik kom net van je oma vandaan. Ze vertelde dat er een boef is in het bos. Ja, dat klopt. Hij is net weg en hij heeft de wiggelroede afgepakt. Wat? En waar is hij naartoe? Daarheen. Oké. Gaan jullie onmiddellijk terug naar de oma van Melissa? Ik vang die boef. Mm-hmm. En zo komt het allemaal weer goed. Wat beweegt daar nou? Is het een beest? Nee, het is een mens. Het is die goochelaar. Nee! Meneer Lodok! Meneer Lodok! SOS! SOS! Die goochelaar zit achter me aan! Wat? Alweer? Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, hij rent achter me aan! Heeft u misschien een plannetje? Daar weet ik wel wat op, jochie. Hoe dat is een geweldig plan, dat moet lukken! Ah. Geef terug! Ah. Hey.
Ja. Daar had die Waldo me goed voor de gek gehouden. Ik zocht nog een tijdje naar de wiggelroede en naar de boef, maar ik vond geen enkel spoor. Pas toen het donker was geworden, stopte ik met zoeken. Ben ik weer die boef kwijt en weer die magische wiggelroede. Het is dus ook al aardig donker geworden. Ik ga naar huis. Hé? Hoe kan dat nou? Ik ben nog in het bos. Oh, wacht even. Volgens mij moet ik die kant op flitsen. Ik ben nog steeds in het bos. Oh, wacht. Misschien moet ik toch meer die kant op flitsen. Of die kant. Nee, nee, nee. Ik ben verdwaald. Zo liep ik dus weer uren en uren te zoeken in het bos. En dit keer niet naar de boef en dit keer ook niet naar de wiggelroede, maar de weg naar huis. Huis terugvinden overdag in een bos is al moeilijk, maar 's nachts is het helemaal onmogelijk. Was Witje maar hier. Ja, die zou meteen de weg terugvinden naar huis. Ik weet het zeker. Met mijn contactsteen kan ik misschien wel contact leggen met Witje. Ja, natuurlijk. Witje. De steen is weg. Dat betekent dat het heeft gewerkt. Witje? Witje? Weet je? Het heeft niet gewerkt. Witje? Witje!
Waar ben je? Ben ik blij om jou weer te zien. Gaat het goed met je? Gelukkig. Lieve Witje, ik ben verdwaald. Maar ik weet zeker dat jij van daarboven een heel goed uitzicht hebt. Kan jij me de weg terugwijzen naar huis? Oké. Die kant op. Die kant? Daarheen? Oké, Witje. Kom, dan gaan we. Oké, weet je. Waar nu naartoe? Die kant? Daarheen. Ga ik nog goed, weet je? Oké. Dit lijkt wel de Belderponsweg. Volgens mij is het de Belderponsweg. Ja. Eindelijk ken ik het weer. Eindelijk ben ik uit het bos. Hey, weet je, ik ga naar huis. Ik ben zo moe. Gaan we elkaar nog een keertje zien? Oké, weet je. Zorg goed voor jezelf, hè. Dag, weet je. Toen ik op het strand aankwam, was er nog geen boef te zien. Dus ik verstopte me achter een strandhuisje en ik viel in slaap. En de volgende ochtend... Dan als de bliksem beginnen met graven, jochie. Ja, meneer Lodok. Kijk, kijk, daar is hij. Laat hem maar rustig die schat opgraven. Hoef ik het niet te doen. De schat van Nicolaas. Meneer Lodok, ik heb de schat. Oké.
Laten we hopen dat het nu wel lukt. Hocus. Pocus. Mini. Ja, meneer Lodok. Ik kom meteen naar u toe. Ik dacht echt dat hij groter was. Nou ja, het is ook allemaal zo lastig te zien. Het is gelukt. Je bent de schat vergeten, onbenul. Waar is de schat? Die heb ik bij me. Waar dan? Tada! Is dit een grap of zo? Nee, meneer Lodok, dit is echt de schat. Het is waardeloos, is volstrekt waardeloos. Mag ik hem dan hebben, meneer Lodok? Is dit de schat? Is dit de beroemde schat van Nicolaas III? Is dit de schat waar ik al jaren achteraan zit? Is dit de schat waarvoor ik mijn leven gewaagd heb? Is dit de schat waarvoor ik al jaren in dit stomme dorp bivakkeer? Mag ik hem dan hebben? Nee. Ik moet hier weg. Ik moet hier zo snel mogelijk weg. Oh, meneer Lodok, neemt u dan mijn camper maar in ruil voor de schat. Waar zal ik nou eens naartoe gaan rijden? Wow! Wat dacht jij van de gevangenis? Ik bracht Waldo onmiddellijk naar het politiebureau. En nu zit hij weer in de gevangenis. En Lodok, die heb ik maar laten gaan. Die arme man is zijn hele leven op zoek geweest naar een schat, waarvan hij nu denkt dat hij waardeloos is. Die heeft wel genoeg straf gehad. En toen ik terug naar huis ging, kwam ik de Zwarte Pieten tegen. Die waren nog steeds op zoek naar die schat. Maar ik zei dat dat niet meer nodig was. En we vertrokken met z'n allen onmiddellijk naar Sinterklaas. Tja, Jelger, niet om het een of ander, maar is die schat niet iets wat aan de kleine kant? Dat doet me denken aan die keer dat ik in het dorp liep met al die kleine kruidnootjes in die grote zak. Ja, praatjes Piet, dat heb je al 29 keer verteld. Oh. Ja, geen wonder dat we die schat niet konden vinden, als die zo klein is. Sinterklaas. Ja? Als ik mag vragen, hoe groot had u verwacht dat de schat zou zijn? Meer het formaat van een doorsnee schat. Mm-hmm. Ja. Hocus pocus maxi. Wow. En dit is de echte schat. Maar ik moest de schat wel verkleinen.
Want dan wist ik zeker dat die gemene Lodok de schat niet meer in zou willen pikken. Dat is wel heel slim bedacht, jouw gepinter hoor. Oh, prachtig. Prachtig. Hiermee kan ik jaren vooruit. En alle kinderen de aankomende jaren heel veel cadeautjes geven. Fantastisch, Jelger. Fantastisch. Ja, maar Sinterklaas, dan bent u ineens stinkend rijk. Ja, het stinkt hier wel een beetje. Sorry, dat ben ik. Smeerpoets. Jelger, ook dit avontuur heb jij weer tot een goed einde gebracht. Ik zou willen zeggen, namens alle kinderen van België en Nederland, gefeliciteerd. Dank u wel. En zo kwam alles toch weer goed. En ik ga naar bed. Ik wens jullie alvast een hele mooie Sinterklaasavond en tot het volgende avontuur. Gids komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt mijn taartje het dek op en neer? Hoe waaien de wimpels al heen en alweer? Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, bezoek. Bah! Nou, meneer Van der Velde, vindt u het dan niet leuk dat we hier met z'n allen zijn? Nee. Oh? Ja, ik dacht, laten we met z'n allen pakjesavond vieren bij u. Dan bent u tenminste niet zo alleen. Jij ook altijd met je ideeën. Nou, ik vind het een prachtig idee van Jelke. Kom, ga zitten, lieve schat. Ontspan je. Neem een kruidnoot. Weet je, toen ik klein was, toen vierden we ook pakjesavond. Maar in die tijd zag Sinterklaas er nog heel anders uit, met een halve bruine baard en een halve witte baard. Bah! Dat is helemaal droog! Zijn ze te droog? Ja, dat zeg ik toch. Dat is veel te droog. Maar daar weet ik wel wat op. Zo beter! Bah! Nou, laten we met z'n allen nog een Sinterklaasliedje zingen. Ja, weet ik. Hij komt. De lieve goede Sint. Mijn beste vriend, ja beste vriend. De vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij jou, wat brengt hij mij, wat brengt hij jou en mij? Wie zoet was koek, wie stout was krijgt bezoek. Nou, kom eens even lekker zitten en ontspan je. Oh. Nog meer bezoek? Ik doe me open. Ik ga mee. Ik ook. Wie heb je nou nog meer uitgenodigd? Helemaal niemand verder, we zijn al compleet. Ja. Doe rustig, kerel. Ik zeg altijd maar zo, doe rustig en bedaard en eet een slagroomtaart. Ja. Oh. Kijk eens, dit staat voor de deur. Cadeautjes. Ja! Drie raadjes voor Jelger, die pakjesavond heeft gered. Hiepe de piep! Ja! Hiepe de piep! Hoera! Hiepe de piep! Hoera! Thank you.
De wereld flitst aan je voorbij in de clownmobiel. Als een film waar je niet op uitgekeken raakt. Nu rijden we hier met de clownmobiel. Maar straks rijden wij bij jou door de straat. En wil je ook reizen langs bossen en zee? Ga dan maar klaarstaan, dan mag je met ons mee. Samen in de clownmobiel, dat is even lekker zeg, alle dagen onderweg. Samen in de clownmobiel, het zal je wel bevallen en we zingen met z'n allen. La 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 la. We gaan overal naartoe met clownmobiel. Van een hele drukke stad naar een stiltegebied. Je raakt niet uitgekeken in de clownmobiel. Reken maar dat je tot en met geniet. Maar opeens zegt Sebastiaan: Jelger, ik moet plassen. Maar komt hij terug van de wc, dan gaan we snel weer gassen. Samen in de clownmobiel, dat is even lekker zeg, alle dagen onderweg. Samen in de clownmobiel, het zal je wel bevallen. En we zingen met z'n allen.